Kevin Winter, jullie zijn hier met een soort dreamteam gekomen, heb ik gelezen. Wie zitten er allemaal in dat team? Rick Vermeulen, Lars Raus van het eerste, van de zaterdag heen. We hebben er twee of drie van de zondag. We hebben Rodi van de Putten, die speelt bij Jong Cambuur. En ja, nog een paar uit de zaalcompetitie, dus we hebben van alles wat genomen. Aardige ploeg dus? Op papier wel, ja. Ja. We moeten er hard voor werken, maar op papier is best een leuk ploegje. Een beetje een mix van alles. Dat moet even wennen, maar ach, we kunnen allemaal wel een beetje voetballen, denk ik. Twee gewonnen, twee gelijk. Eentje gelijk gespeeld tegen Van Ispen. Dat is toch wel een ploeg die wat lager speelt dan jullie. Ja, maar die spelers dat zijn de jongens die spelen wel vaker met elkaar, denk ik. Die spelen allemaal in het eerste en dat merkte je wel. We mazzel dat we nog 3-3 scoorden. Ja, dat was een lekker ploegje, moet ik zeggen. Leuke ploeg. Jullie hebben ook tegen Quick Boys gespeeld. Dat is een ploeg met ook allemaal oude spelers. Maarten Bak, Brian Musi. Hoe is het om daar tegen te spelen? Ja, dat blijft leuk natuurlijk. En dan ga je herinnering weer wat terug, hè, van 10, 15 jaar geleden. Ja, dat zijn altijd leuke dingen als je elkaar weer een beetje ziet. Ja, voetballers onder elkaar, dat is snel weer vertrouwd, zeg maar. En hoe zit het met de conditie? Want je bent natuurlijk al een tijdje gestopt bij FC Lisse. Hoe zit het daarmee? Ja, die zit nog wel goed, denk ik. Ik ben nog niet zo lang gestopt. Vorig jaar voetbalde ik nog. Ik train zo af en toe nog eens mee met tweede. Ik loop wat hard voor mezelf. Dus met de conditie, vandaag kom ik wel door, denk ik. Zit aardig op peil dus? Jawel, daar hoef ik me nu nog geen zorgen over te maken. Wat vind je van het zaaltoernooi over het algemeen, dat dit georganiseerd wordt? Ja, ik vind dit wel een mooi initiatief. En ik denk als het nog iets verder kan groeien, dat het een terugkomend evenement gaat worden. En dat het wel een succes kan gaan worden. Ja. Dus het hopen dat iedereen volgend jaar meedoet en dat het nog groter is. Dan heeft de Bonn zeker wat te doen, hè, tussen kerst en oud en nieuw.